We staan hier op het vernieuwde Looiersplein. Vorig jaar zijn burgemeester en wethouders begonnen met een oliebollenparty op 31 december. Op dit plein in het centrum. Deze traditie is dit jaar weer voortgezet. We zijn benieuwd hoe ze zullen smaken. Gaat u met ons mee, proeven en luisteren naar de toespraak van onze burgemeester? Er zijn natuurlijk weer nieuwe dingen die er ook in 2017 in Dongen gaan gebeuren. Zoals een nieuwe school in Dongenvaart. We gaan de voorbereidingen treffen voor een nieuw Cambreurcollege. We gaan natuurlijk een nieuwe Kameleur bouwen of een nieuw gebouw op de plek van de Kameleur. Straten worden gelegd, extra fietspaden worden er dit jaar aangelegd. Er komt een nieuwe zorgstructuur zodat u direct contact heeft met het sociaal team. En heel veel meer nieuwe andere dingen die er allemaal in 2017 in Dongen gaan gebeuren. Maar toch, wat vindt u hiervan, deze bijeenkomst? Dat er netjes is. Ja? En ze geven wel weg, chocomel. Goedemiddag. Goedemiddag. Gezellig hier op Looiersplein, hè? Nou, het wordt gezellig, hè? We gaan direct beginnen. Ja, verwachten veel mensen? Ik hoop het wel. Vorig jaar was het erg druk. Ja. En dit jaar, nou, het is droog in elk geval. En we staan hier ook nog lekker warm, hoor. Dus laten we hopen dat veel mensen komen. Ja. Nou, wat wilt u vertellen voor de bewoners van Dongen? Nou, de eerste plaats natuurlijk dat ze een heel mooi en een gezond, voorspoedig jaar tegemoet gaan. Hopelijk met wat minder gekke dingen, want ik vind dat we het afgelopen jaar met name op het wereldplateau heel veel dingen mee hebben gemaakt. Waarvan ik zeg, nou, daar moeten we niet al te veel van krijgen. Dus laten we hopen dat dat een stukje beter gaat. Dat mensen wat toleranter zijn naar elkaar. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren het komende jaar. En voor de rest, voor Dongen natuurlijk, een heleboel mooie dingen. Er zijn met hele leuke dingen. Je hebt zojuist al even gehoord, de burgemeester heeft al een tipje van de sluier opgelicht. We gaan dit jaar gaan we heel erg werken aan het sociaal team. Dat mensen daar heel rechtstreeks naartoe kunnen. Nou, dat denk ik dat een hele grote verbetering is. En wat ik denk ook heel belangrijk is, ik hoop dat er een goede oplossing voor VV Dongen uitkomt. Hè? Want jullie weten dat er met een haalbaarheidsonderzoek dat gestart wordt op dit moment. En wij zijn heel benieuwd naar het resultaat straks. En of dat we er ook echt iets van kunnen gaan maken. Dus ik hoop echt voor de club dat dat goed uit gaat pakken. En natuurlijk voor alles wat sport en Dongen inhoudt. Want er zijn nog veel meer dingen die allemaal te gebeuren staan. Ja, maar ook onder andere de naam van de nieuwe Kameleur. Hoe wordt dat opgelost? Nou, ik heb straks nog een gesprek, dat weet je. Ik heb nog geen gesprek gehad. Dus we gaan eens kijken hoe dat mensen erover denken. Want we in elk geval willen geen overhaaste dingen gaan doen. Goed nadenken wat we willen en dan nou komen we daar wel uit. Wat heeft u daar gedronken? Glühwein, ben ik mee bezig. Is die lekker? Heerlijk. Ja. En om mijn handen te warmen. Oh, ja, dat is mijn handschoenen vergeten. Oh, heeft u nog wensen voor 2017 voor de Dongen? Ja, voor heel de bevolking een hele goede gezondheid. Ja? Nou, goedemiddag. Ook gezellig. Hallo allemaal. Hi. Het loopt al lekker druk te worden. Nou, het loopt heel goed. En we zijn eigenlijk nog niet begonnen. En het is nu al hartstikke druk en heel erg gezellig. Dus we gaan op een hele leuke manier dit jaar afsluiten met elkaar. En hoe wilt u het nieuwe jaar weer gaan beginnen met z'n allen? Nou, volgens mij gewoon weer in goede toestand. En met veel plezier en veel energie gaan wij het nieuwe jaar weer beginnen. En we hebben weer ontzettend veel te doen met elkaar. En er is ook altijd wat te doen in de gemeente Dongen. Dus we gaan er weer tegenaan het komende jaar. Dat is een mooie wens, toch? Dankjewel. Veel plezier vanmiddag. Nou, jullie ook. Veel plezier. Wat vindt u van de nieuwe, van nu, voorlopig nieuwe naam van de Kameleur? Ja, ik vind het perfect. Ja, waarom? We wonen in Dongen. We gaan naar Van Dongen. Ik vind het perfect. Oh. En u, meneer? Ja, ik vind het ook een hele mooie naam. We zijn allemaal Dongenaren en ook een beetje Dongen in de Voort. En u heet geen Van Dongen met de achternaam? Ik heet geen Van Dongen met de achternaam, nee. Maar wat zou u er dan van vinden? Als u Van Dongen zou heten? Ja, dat zou helemaal perfect zijn natuurlijk. Ja? Okay. Ik ben voor Muzenzakrem. Muzenzakrem. Ja. Waarom? Omdat het van oudsher zo een Muzenzakrem is. Van vroeger uit. Hè. Gewoon, En bij Van Dongen. Ja, onder andere. Dus bij Van Dongen, dat klinkt zo gewoontjes. Hè. Doen we bij Van Dongen. Maar dan moet je, als je dat zegt, dan moet je elke keer uitleggen waar je naartoe gaat. Dankjewel.
heb jij nog iets te wensen? Wat ik te wensen heb voor de Dongerse mensen. Nou, wat ik eigenlijk tegen iedereen zeg, of ze nou Dongers zijn of niet, veel geluk en vooral veel gezondheid. En ben een beetje lief voor elkaar, want dat is zo belangrijk. Waarom dat mensen ruzie maken, dat begrijp ik niet. Probeer nou dit jaar eens gewoon te zeggen van, weet je wat, ik was degene die fout was. En ik neem alle schuld op mij en ik maak het weer goed met jou. We zijn weer vriendjes. Dat zou ik graag willen hebben. Dat wens ik alle Dongenaren toe. Ja, nou, de allerbeste wensen voor 2017. Lieve mensen, namens het college van burgemeester en wethouders en namens onze gemeenteraad, wat fijn u hier te mogen ontmoeten. Welkom. Vorig jaar stonden we hier voor het eerst. Toen was de oliebollenparty nieuw. Toen was het Looiersplein nog oud. En nu is het nieuw. Kijk om u heen, er is hier in een jaar tijd opvallend veel veranderd. U zult de woorden oud en nieuw voor vaker voorbij zullen komen, want het thema van mijn speech vandaag is oud en nieuw. Samen met u wil ik graag een blik werpen op de samenleving in onze prachtige kernen Dongen, Schavemoer, Klein Dongen en Dongenvaart. Samen kijken we daarbij met elkaar door een Dongense bril, soms een nieuwe en soms een oude. Nieuw in het afgelopen jaar. Een toekomstvisie, speciaal gericht op Dongen. We hebben deze visie gemaakt in samenwerking met u, de inwoners, onze verenigingen, stichtingen en organisaties, onze ondernemers. Allemaal partners met wie wij heel graag samenwerken. We zijn hier bij elkaar omdat we waarde hechten aan elkaar ontmoeten. We wonen met z'n allen met heel veel plezier in Dongen, Schavemoer en Klein Dongenvaart. Omdat we een samenleving hebben waarin tijd en ruimte is om elkaar te ontmoeten. En die tijd en ruimte zal ik ook nu weer gaan maken. Ik hoop dat u zo meteen een heerlijke oliebol neemt en nog een drankje met elkaar drinkt. En als we volgend jaar hier weer bij elkaar staan, dat we dan nog steeds in goede gezondheid zijn en kunnen zeggen, 2017 was een fantastisch jaar. Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Toch kan ik het niet nalaten om bij oud en nieuw dan nog 3 nieuwtjes te hebben. Graag roep ik naar voren onze ereburgers. Dit zijn nou onze ereburgers en daar zijn we trots op. En een stukje oud wil ik aan hen meegeven en namelijk graag wil ik jullie overhandigen de allereerste echte Dongense vlagwimpel. Ik hoop dat hij overal komt te hangen. Met het wapen van Dongen en de kantelen van het wapen daarna. En dan heb ik nog een tweede nieuwtje. In 2017 gaat ons in onze wijk West 2 van start een prachtig project genaamd Dongendal. De wijkraad, het waterschap, de Volkaard werken met ons aan een mooie omgeving met ook een beweegtuin voor ouderen. Dat is een verdienste. Maar er zijn een paar jongeren die dat project met elkaar gedaan hebben voor hun studie Global Studies met als opdracht legverbinding tussen de EU en je eigen leefomgeving. Nou, Dongen zal het weten. Graag roep ik naar voren de leerlingen van het Breurcollege 6 VWO TTO. Jullie hebben die beweegtuin bedacht en het is er nu en dat is echt fantastisch. Maar daarnaast hadden jullie nog een ander ding. En daar is wethouder Van Beers heel erg actief mee aan de gang gegaan. En dan zet ik nog heel even, neem ik een klein stukje oud, pak ik er weer bij. Om oud en nieuw compleet te maken. Want wisten jullie dat wij eigenlijk in 1810 al gewoon internet hadden in Dongen? Zie je,
In Dongen is het gewoon te doen. Toen stond er namelijk in de Kerkstraat, bovenop de oude kerk, een zogenaamde optische telegraaf. En daarmee was Dongen een belangrijk punt van Parijs tot en met Amsterdam. En in 20 minuten, en dat was toen ongelooflijk snel, kon je toen een bericht versturen. En nu gaan we door naar de 2017. En wordt hier, is er dankzij jullie en dankzij wethouder Van Beers, gratis wifi op het Looiersplein. We kunnen nu Instagrammen, Snapchatten of Facebooken en we gooien het de lucht in. Dus maak maar een selfie. Ja hoor, en het is gelukt. Meneer Desco, die wil graag nog jullie wat aanbieden als laatste. En dan wens ik u allen nog een gelukkig nieuwjaar. Ja, als ik zo de burgemeester hoor, dan snap ik niet waarom ik hier weggegaan ben. Nee, ik ook niet. Nee, maar ik vind het zo aardig dat u de ereburgers deze eerste, of enige misschien zelfs, wimpels hebt willen uitreiken. Maar omdat ik weggegaan ben, kan ik hem dus niet in Dongen houden. Nee. Toen dacht ik, en ik hoorde van wifi, ja, dat is dan allemaal helemaal van deze tijd, dat deze leerlingen dat mee bevorderd hebben. Althans, ze krijgen het. Goed, als zij nou zouden zorgen dat deze wimpel komt te hangen bij het Cambreur College, dan denk ik dat het niet beter kan hangen. Bij deze. Aan wie mag ik het overhandigen? Lieve mensen, een heel gelukkig nieuwjaar vanavond. Happy New Year. Ik hoef niet. Jij hoeft niet? Nee, ik hoef niet. Maar hij wil dat graag. Ja, hij wil, ja. Nou, ik ben lekker oliebollen aan het waarderen. Ja, het is elk jaar. Het is voor de tweede keer hè, dat we dat doen. Ja. En dat is ja, weer eens wat anders dan in het nettenpak in de raadzaal staan voor een receptie. En je komt nu ook andere mensen weer tegen. En dat is leuk. Ja. Maar even over de Kameleur. Hoe gaat het met de Kameleur? Wanneer bestarten ze? En welke naam gaat het eventueel worden? Vertel eens wat. Nou, de Kameleur, daar zijn we nu uit. Hè. Dus we zijn uit de procedures en de bouwvergunningen zijn er. En dat betekent dat 9 januari gaat echt beginnen. Oké. Okay. En het komt te heten, dat zul je wel weten, bij Van Dongen. Jazeker. Nou, we hebben een naamcommissie benoemd. Een groep mensen die er belangstelling voor hadden. En sommigen ook die er verstand van hadden. En die hebben dit met elkaar bedacht. Het moet even wennen. Ja? Maar ik denk dat, dat je er communicatief heel veel mee kunt doen. Namens mij, Ellie Sengers en cameraman Ron Lomans, wens u allen een voorspoedig en een gezond 2017. En dat wij nog vele mooie reportages voor u en de bewoners van de Volkrad mogen maken in 2017. Tot volgend jaar!